Mijn naam is Corine Visser. Ik ben orofaciaal fysiotherapeut bij de sectie orale kinesiologie bij het ACTA in Amsterdam. En ik werk bij een afdeling waar wij patiënten zien met orofaciale pijnklachten. Ik ben daar onderdeel van het behandelteam. En ik doe ook onderzoek naar die patiënten met pijnklachten. In het behandelteam zagen wij in het verleden vooral eigenlijk patiënten met kaakgewrichtsklachten. Maar de laatste tijd zien we dat het spectrum van patiënten wat naar ons toeverwezen wordt steeds breder wordt. En dat houdt in dat we ook veel patiënten zien met bijvoorbeeld neuropathische pijnklachten en ook hoofdpijnklachten. Ik heb een aantal tips voor tandartsen. De eerste tip gaat over de herkenning van hoofdpijnklachten. Wanneer u in kaart wil brengen wat voor soort hoofdpijn uw patiënt last van heeft, dan is het nuttig om naar de website van de International Headache Society te gaan. Daar kunt u een link vinden naar het klassificatiesysteem waarin precies de criteria voor allerlei soorten hoofdpijn beschreven staan. Er zijn er wel meer dan 100. En de hoofdpijn die met name op het gebied van de tandarts ligt qua diagnostiek en behandeling, dat is de zogenaamde secundaire hoofdpijn als gevolg van een temporomandibulaire aandoening. En ook daarvoor kunt u criteria op de website terugvinden. In het kort gezegd komt het erop neer dat als een patiënt last heeft van dit soort hoofdpijn, dat de hoofdpijnklachten ook toenemen op het moment dat u het kauwstelsel provoceert, dat u het belast. Dat kunt u herkennen door gericht vragen te stellen in de anamnese. Een patiënt zal dan aangeven dat wanneer het kauwstelsel belast wordt, naar bijvoorbeeld het eten van thaivoedsel of na langdurig klemmen, dat dan op dat moment ook de hoofdpijnklachten toenemen. En ook tijdens een functieonderzoek van het kauwstelsel kunt u dan zien dat wanneer u het kauwstelsel belast door middel van actieve bewegingen of weerstandstesten, dat dan de hoofdpijnklachten ook mee toenemen met het klachtenbeeld. En dat is dan meteen ook mijn tweede tip. Voert u een functieonderzoek uit bij dergelijke patiënten, wees dan ook heel alert en vraag door of de hoofdpijn waar de patiënt last van heeft, of die ook mee verergert met het klachtenbeeld. Mijn derde tip gaat over de behandeling van patiënten met een secundaire hoofdpijn. Wanneer er sprake is van een secundaire hoofdpijn als gevolg van een TMD-aandoening, dan kan de tandarts ook een rol spelen bij de behandeling. Dan is het wel van belang dat de tandarts onderzoekt wat de etiologie is. Is het knarsen 's nachts? Dan zou een opbeetplaat die 's nachts gedragen wordt een nuttige rol kunnen spelen. Is het meer het klemgedrag overdag, dat de hoofdpijn in de loop van de dag eigenlijk begint toe te nemen omdat een patiënt gedurende de dag klemt? Dan zou een opbeetplaat ook kunnen, maar de meeste patiënten die zijn niet zo enthousiast over het dragen van een opbeetplaat overdag. En dan is een alternatief dat u de patiënt doorverwijst naar een orofaciaal fysiotherapeut. En wilt u samenwerken met een dergelijke fysiotherapeut, dan kunt u naar de website www.defysiotherapeut.com. Daar kunt u een overzicht vinden van alle geregistreerde fysiotherapeuten op plaatsnaam. En kunt u ook kijken welke fysiotherapeut het dichtst bij u in de buurt werkzaam is. Last but not least, zijn de klachten toch nog wat complexer? Spelen psychosociale factoren een rol bij de aandoening? Dan kan het ook raadzaam zijn om de patiënt al naar een multidisciplinair team door te sturen, zoals bijvoorbeeld bij kinesiologie of bij de CBT's die elders in het land te vinden zijn.